is van lang geleden, luister allemaal, dan begin ik snel. Het gaat over een reis van het volk der laven, over sneeuw en ijs. Kom hier en ik vertel. Ze leefden met elkaar onder hoge bomen, niet bewust van het gevaar in hun paradijs. Hun ijstijd kwam eraan, het werd alsmaar kouder, geen kans om op te gaan. Dat bracht ze van de wijs. Vader Laf zei, wij gaan vluchten, anders gaat het hier goed fout. In de aarde is het warmer, lekker knus en niet zo koud. Zwervend gingen zij, wel miljoenen jaren, helemaal niet blij. Zo diep in de grond, ze vonden echt geen plek waar ze konden aarden. Dat klinkt toch heel gek. De wereld groot en rond. Op een dag hoorden ze stemmen, zingen en een kreet Allah. Samen kropen ze naar boven, moeder Lot was erg verbaasd. Ze zag een mooi kasteel in een tuin met bomen, het werd haar haast te veel. Ze haalde van geluk, het einde van hun reis was nu gekomen, een eigen paradijs. De dag kon niet meer.